Oké, welkom bij deze buslijn 67. Ik ben Daryl Mantel, jullie chauffeur van vandaag. En ik zal tijdens de rit het een en ander vertellen. Nou, als ze er allemaal klaar voor zijn, dan gaan we eerst rijden. Het is de 67 van Wormer via Zaandam Station naar Krommenie-Assendelft. Het is een mooie route langs onder andere de Stationsschans, de Verkadefabriek, een stukje centrum Zaandam. En ja, naarmate de route vordert, zal ik jullie het vertellen. Nou, we rijden nu dus de Wormer in. Dat is een van de eerste haltes die we aan gaan doen. Zoals jullie hier gezien heb ik gefilmd vanuit de cabine. Ik heb mijn telefoon vastgeplakt aan het voorraam. Dus ik heb wel gewoon handsfree gereden. Dit is hier de eerste halte, dat is de Roneweg. En zoals je ziet hebben we lekker de vaart erin. Door de Wormer, lekker slingerweggetje. Daar hou ik altijd op van het bussen. Het is een lekkere rustige rit. Er stappen niet heel veel passagiers in, vaak in de Wormer. Als bij Wormer Veer krijg je meestal wel wat mensen. Tot zover ook nog niks noemenswaardigs. Hier gaan we rechtsaf. Richting het oude gemeentehuis. Rechts worden de loonstrookjes gemaakt. Dat is een Genpact. Dat is een administratiekantoor. Ze maakt loonstrookjes voor onder andere Ahold. En daar zien we het eerste pakhuis aan de Zaan. Daar werden vroeger de dingen van het water opgeslagen en over land vervoerd. En daar zie je ook de brug over de Zaan. En links zie je helaas niet zo goed. Dat is op een oude loods, oude fabriek. Dat is helaas vanaf dit camerapunt niet te zien. Het is wel de moeite waard om even te kijken. Het is een mooie... mooie kade daar in de Zaanbocht aan de rechterkant. Wormerveer, we rijden nu dus Wormerveer binnen. Dan heb je de Zaanbocht, dat is een bocht in de Zaan. Het woord zegt het al, het is een beetje het einde van de Zaan. Het is een mooie, vooral 's avonds is dat een mooie plek om. Hier zien we de Zaanse huisjes al links. En hier rechts hebben we een aantal boten, een kunstboot met allemaal lichtjes erin. En, ik vind het zelf een beetje rommel op een boot waar je nog kan dineren. Hier links zie je weer wat authentieke Zaanse huisjes. En als je rechtdoor gaat, dan ga je naar richting Noordeinde. Daar is dus ook de Zaanbocht, het centrum van Wormerveer. Daar is een collega die voorrang krijgt. Die pikt waarschijnlijk ook even de plantjes op. Bij Wormerveer station richting Zaandam. Maar geen voorrang. Hij denkt ook, ja, pak ik die plantjes van de Wormerveer station. En dat ga je niet weten. Ik pas hier graag mee. Hier recht voor ons station Wormerveer. Nogmaals, station Wormerveer. Vergeet je straks niet uit te checken. Is dit hier? Nee, er is nog niet meer ingestapt. Dus. Nou, daar zullen we het eerste. Mensen hebben die niet echt duidelijk aangeven of ze mee willen. Als ze niet duidelijk aangeven of ze mee willen, dan rijden wij dus gewoon door. Lekker duidelijk even. Die mensen wachten waarschijnlijk op de 69, die dus net achter ons uit. Nu rijden we zeg maar de Warmoesstraat van Wormerveer in. Hier rechts heb je een paintballding aan de andere kant van het spoor en voetbalclub Zaanden, geloof ik. Zit daar. Links een kroeg, zo op het park. En ik zag even wat aan de linkerzijde: de Sperrip Express. Het filiaal van Zaanstreek. Ik weet niet of die mevrouw haar komt uitstappen of niet, maar ik rij gewoon door, zoals je ziet. We gaan zo meteen de westzijde op. Het is een heel krap stukje hier. Daar kun je dus ook maar niet zo hard rijden. Dus vandaar dat je in dit stuk
altijd even een beetje tempo moet maken. Je kan ook wel eens file staan. En zoals je weet, wij houden niet van vertraging als buschauffeur. Dus hier rechts gaat de Schilderswijk. En daar zullen de eerste mensen gezellig instappen. Hallo, goedemiddag. Lijn 40. Lijn 40 is dit jaar nog niet Schilderswijk. Volgende altijd Schilderswijk. 45. Kijk ook de andere buschauffeur vlogs. Moet je even op mijn account klikken, op mijn naam klikken. En dan kan je de andere buschauffeur vlogs zien. Hier gaan we zo meteen naar links. Rechtdoor begint de provinciale weg richting Zaandam, Zaandam Centrum. Maar wij nemen dus de Pindoorroute. Hier is de sportschool. Moet ik inderdaad vooraan geven, maar ja. Past prima, dus waarom zo worden door elkaar gemaakt. Laten we meer ruimte kunnen geven aan die nu komen we zo in, dus op de westzijde uit. Het is Zaandijk. Langs de Zaandijk, langs de Zaan. Roeivereniging, hier kun je afmeren met je bootje. En daar links zie je de showboot. Dat is een leuke showboot om een keer te bezoeken. Samen met je vriendin. Daar zijn namelijk swingers. En andere seksfeesten. Ik zou het een beetje beschaamd als ze daar naartoe willen. En ze vragen aan de chauffeur van, ik moet daar wezen. Komt hij daar langs? Dan zeggen ze meestal even een paar haltes eerder of een paar haltes terug. Want ze durven de mensen niet echt uit te komen dat het de showboat is. Zoals je ziet, het is een heel dun straatje. Er kan eigenlijk niet fatsoenlijk een bus doorheen. Het is op één richtingsweg. Alleen bussen die gaan twee kanten op. Vroeger hadden we op de 68 en de 69 die er doorheen reden. Ik ben hier dus de 67, dat is veranderd. En die passeerden elkaar dus ook los in dit knappe stukje. En nou, het ging altijd wel goed, ik vind het ook wel leuk, maar het is niet ideaal. Hier heb je een bedrijf dat iets in Nolium doet ofzo, of een van de grondstoffen van iets. En die zitten dus ook aan de Zaan. Links het café. Waakzaamheid. Hier rechts in de kerk. Het centrum van Zaandijk. En natuurlijk links de authentieke. Typische Zaanse huisjes. En erg, wat ik al zei, een erg mooie route om een keer te pakken. De 67. Dank u wel voor het aan die kant gaan. Hier heb ik een keer moeten keren, omdat er in Zaandijk een braderie was. Het was een van mijn eerste dagen dat ik aan het werk was. Dat was een feest. Nou, even de passagiers oppakken. Hi, goeiemiddag. Hallo. Welkom. Mocht dit vervelen, kan je natuurlijk ook een stukje doorspoelen. Hier huis. Zoals je zag, rechts. Het is een eenrichtingsweg. Hier komen dus ook al veel toeristen. Dus hier heb je nog wat toeristenwinkeltjes. Hier een mooie gevels. Het is een prachtig Hollands tafereel hier zich gewoon afspeelt. Hier rechts is de beeldentuin. Het zijn allemaal soort Jezusbeelden. Ik vind het zelf niet echt heel erg indrukwekkend. Maar ja, dat vind ik toch wel goed over de deur. En er zijn toch wat mensen die het willen bezoeken. Dus het geeft ons toch net even voorrang. En hier komen we toch een beetje in de knel. En zoals je ziet, moet ik het weer oplossen. Gelukkig, met de buik in, lukt het allemaal net. Maar die heel veel vrouwen natuurlijk ook. Hier ergens links even. Tegen de richting in, zou ik je een richting verkeer, maar wij gaan weg.
Het is wel erg geweest dat je daar in de 68 en de 69 en die passeerden elkaar en de vervolgrond. Dan kwam je een paar mensen aan de linkerkant van het water hier verstaan. Dit is dus de Zaanse Schans. Net hier begonnen, toen was het dus een niet in beeld krijgen, ook. Maar geloof me, echt. Is dik veel. Hier stokken, dat is ook niet ideaal. Als een ja, maar ik stond dus, ik denk, omleiding. Rechts is een eerste randje. Ja. Dus midden op de braderie, met de bus. Dat is wel even zweten, ja. Maar toch wel. Ja, hier is een leuk restaurantje en er is sinds kort een sparg en daar zien we de eerste molen. Zoals ik zeg, links is de brug naar de Zaanse Schans toe en dan rijden we zometeen koog aan de Zaan binnen. Even wachten op het stoplicht, dan kunnen we mooi de molen zien. En daar recht voor ons is de fabriek van... Is het verkadefabriek? Ik weet het eigenlijk niet zeker, maar de fabriek is het zeker. Nee, dit is ook een linolie of zo. Het is grondstoffen van iets en die worden dus via die buis richting de Zaan in een bootje geladen. De boot die vaart richting het Noordzeekanaal en vanuit daar richting de Noordzee en dan kunnen ze de hele wereld over. Helaas moeten wij dus wel vaak voor een open brug wachten als die boten te passeren. Het zijn er nog wat: de Willem-Alexanderbrug, de Julianenbrug, de Beatrixbrug. Dat zijn allemaal koninklijke namen waarvoor we dus vaak even moeten wachten. Dat gaat op een prima manier. Misschien moet ik even naar de kant gaan. Ik kom ook aanrezen als een gek. Dan denk je, dan zit je op zo'n dun weggetje of zo'n woonerf waar fietsers fietsen en kinderen spelen. En dan kom je zo hard aanrijden. Wel. Dus ik kan er met mijn benen. Hier een prachtig wit huis. Hier een huis. Wat een welvaart. Wat een rijkdom. Hier links is volgens mij. Daar zijn we alweer voorbij. Jammer. Hier wat oude banden. Veel banden. Maar we reden, als het goed is, net langs de Waakzaamheid. En daar, dat was vroeger een feestlocatie. Pandemonium is daar begonnen. En nog meer multivoer verkoop ook. En nog meer legendarische hardcore-feestjes. Hier nog meer fabrieken. Dit is de, hoe heet het nou? De pakket. Niet de verkade, maar. Ja, het is wel verkade. Dit is de verkade. Hier links. Ook, ik zag iets. Duivens, natuurlijk de duivens van de nootjes. Ik zit hier ook. Maar de duivensfabriek, die hebben we ook hier uit Zaandam. En de cacaofabriek, die hebben we ook geïnteresseerd. Die komen we zo meteen van de linkerkant tegen. Het zijn dus. Bedankt Poes voor het slopen van huis. Hierboven is de A8. De snelweg, rechts over het Rijn en het centrum van Koog aan de Zaan. Het lijkt ook zoveel Koog aan de Zaan, Zaan op de Eik. Dierenwinkel rechts. Bezoek de lokale dierenwinkel eens een keer in plaats van de grote Ramseins en dan de lokale dierenwinkel. Moet ook zijn geld verdienen. Nou, de rit vordert alweer aardig. We lopen redelijk op tijd, op schema. Hier is vroeger was hier een supermarkt aan de linkerkant, maar dit stukje is toch wel een beetje een renovatie toe. We zijn met oude pannen die, zoals hier recht voor ons gerenoveerd is, wat weer mooi opgeknapt is. Maar er staan ook echt een paar pannen bij waarvan je denkt van sloophamer er tegenaan. Weg. Nou, die auto staat hier prachtig geparkeerd. Met zijn knipperlicht aan. Dus volgens doorheen. Hier een mooie graffiti links. Dat wordt wel vaker overheen gegraffiti moeten zijn. Het is wel een mooie kunstwerk, moet ik zeggen. Het is ook een fabriek. Is dit nou de duivensfabriek? Dus kunnen we dat zien? Ja, dat is niet meer.
kom ik even op terug in de comments of in een van de volgende video's. Goedemiddag. Goedemiddag. Ging je verleden week dan niet de bus? Ik heb hier een kwartier staan te wachten. Ik moet met de trein. Dus. Oh, wat vervelend. Nee, ja, hij hoort wel gewoon te rijden, ja. Ja, het is wel zo dat er een beetje te weinig chauffeurs zijn. Een kaartje. Ja, dat er af en toe een dienst uitvalt, maar dat hoort dan toch wel aangegeven te worden. Ja. Nee, is dat niet fijn? Nee, nee, helemaal niet op deze lijn. Nee. Ik praat natuurlijk niet live, ik praat met een voice-over achteraf eroverheen. Dus daardoor kan je ook nog wel eens mijn stem horen. Die tijdens de iets af communiceren met het publiek, met de passagiers. Ja, nadat er wel eens twee stemmen door elkaar kunnen klikken. Maar ik wil jullie ook graag het geluid van de bus in- en uitstappen wil ik jullie ook graag meegeven vandaar. Met de twee geluidssporen op elkaar zitten. Ja, ja. Gemonteerd. Ja, je moet het eerlijk zeggen. Licht, dus gas erop. Heel vaak op zaterdag. Snap je al van mee, ook maar niet. De planning en de management, die vieren gewoon lekker weekends. En die hebben ze licht vrij. Zeker die hypotheek. Ik kan zien dat het een lage weg is. Een klein spoor die 3,5 meter hoog is. En pas rijden met de bus dus net onderdoor. Overigens, de hoogte van de bus staat nooit aangegeven in de bus. Ook niet op het kentekenbewijs. Het komt omdat de hoogte van de bus kan verschillen. Zoals jullie weten, de vering van de bus kan omhoog zijn of naar beneden. De banden kunnen hard of zacht zijn. Dus de hoogte van een vrachtwagen of van een bus, die wordt nooit aangegeven op de kenteken. Ja, het is ook niet kenteken natuurlijk, dat snap ik ook, maar nu rijden we Zaandam West binnen. Het is overigens wel handig voor veel vrachtwagens om de hoogte, vrachtwagenchauffeurs om de hoogte van de meneer rechts op voorrang rijden. Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk ook. Je hebt gewoon voorrang, je hoeft niet je hand uit te steken. Het is handig om je hoogte te weten, want zoals hier is het dus 3,5 meter hoog. Als jij een vrachtwagen van 4 meter hoog zit, dan kan het wel eens zijn dat je er niet door kan. Nieuwe gein, geloof ik, de Europese centrale. Goedemiddag. Ja, middag, welkom. Hallo. Hiervoor zien we dus de spoor, de spoorlijn. Gaat links naar Kogerveld, rechts naar Zaandam. En ja, als je nog verder naar links gaat, dan kom je in het prachtige permanent waar je geboren en getogen bent, nog steeds wonen. Dienstregeling waar ze dan weer niet vanaf wilden wijken. 3,5 meter hoog. Dus we kunnen mooi door. Nou, dit zijn wel dingen, ja, helemaal als je hier woont en wat ouder bent of wat moeilijker te been, weet je. Nou, is hier echt, is het mooie gedeelte van de Westzijde een beetje. Ja, heel veel, want als je een beetje opgehaald en hier rechts gewoon uit. In de kou. Ja, hier een beetje gevarieerder met wat nieuwbouw. Het is ook wel als je die ROV dan oproept. Als er een vertraging is of een omleiding iets. Zo en dan probeer ze. Ja, dat duidelijk te maken van ja, misschien is het handig als ik hier rechts had ik even een beetje afsnij of iets haal. Dan zitten hun op Google Maps te kijken en dan denken ze van ja, snappen ze er helemaal niks van. En, hier hebben ze een rare middenwerp voor. Ja, dan moet je toch echt een beetje bekend voor zijn. Hier was het van die fietsers, ja. Hier was het toch passeerd, dus dan moet je zo middenop rijden. Dan staat er toch weer zo'n paaltje in de weg ook. Zet dat paaltje er dan niet neer, denk ik dan. Maar misschien had het ook wel weer een beetje de snelheid eruit. Totaal nutteloos. Hier een teken, nou ik zou zeggen huur lekker een huis. Een teken is gewoon een dikke schuld die half miljoen schuld of zo weer aan is. Hier gaan we volgens mij normaal altijd rechtdoor. Nee, niet. We gaan wel rechts. Ja, de Van Goghweg op. Helaas, dat is bij de Boterstraat. Dat is eigenlijk wel een leuk stuk nog. De Boterstraat is afgesloten. Ik weet niet of het tegenwoordig, veranderd is. Of we tegenwoordig wel weer rechtdoor gaan. De westzijde over. Maar nu gewoon dus rechtsaf. De Van Goghweg op. En dan komen we weer uit op de Provinciale Weg. En is eigenlijk het leukste gedeelte van deze reis wel een beetje. We hebben wel een beetje gehad, al krijgen we wel nog een stukje Zaandam Centrum. Het mooie, nou ja, hoorde zelf. Het station van Zaandam en het hotel met de oude, nieuwe, namaakzaamse huisjes. Ik
krijgen we nog te zien. Dus spoel even door of heb even geduld, want dit stukje is niet het mooiste stuk van Zaandam. Vincent van Goghweg dus. Hier heb ik een keer met een motor gehad, liepen de jonge eendjes over en toen was er een klootzak van een man en die reed dus gewoon door en daar ben ik dus met mijn motor achteraan gegaan en heb ik helemaal de huid volgeschoren omdat ik het echt onbegrijpelijk vind dat je over een stel pulletjes, jonge eendjes heen rijdt en de helft van dood rijdt omdat je dat blijkbaar grappig vindt of iets. Achteraf had ik die man echt doodlos moeten slaan, maar ik ben niet zo heel erg geweldig. We hebben groen, we gaan door op de Provinciale Weg. Daar zien we de treinsporen. Meisje fietsen, hallo meisje. Hier mogen we 50, dat is natuurlijk belachelijk voor zo'n tweebaansweg zonder dat er een stukje de vertraging is. Dus we rijden gewoon lekker flink door. Ja, als je net een stukje, dan gaan we nu naar 4 minuten 60, 70. Ik denk dat het niet veel tijd op NS zou zijn. Precies, begint tot 80, 85 km per uur. Wat handig is om te doen, is lekker gas geven hier. Zodat je de rest, het eindstuk, lekker kan uitrollen. Dat bespaart weer brandstof. Nu zien we in de verte al het hotel en het stadhuis van Zaandam opdoemen. Ja, vorige week was dat lezen niet eruit. Ja, het is allemaal modern gebouwd, er is wel veel lekkage en er is allemaal veel ellende, maar ja, dat is dus het station van Zaandam. Niet, ja, soms is het de eindhalte van deze lijn, maar nu, zoals nu, is het de eindhalte van deze trein, van deze bus. Ik ga nog wel door naar Assendelft, ook als lijn 67. Zien we het ook het hotel hier links? Zien we. Recht voor ons is het stadhuis en beneden is het station. Ja, bij de wit, we mogen door. En dan zijn we over enkele ogenblikken op onze eindbestemming. Zaandam station. Vergeet niet uit te checken. En klik hier onder of links of zometeen rechts op een andere buschauffeur of een andere cabinelid. Leuk dat je hebt gekeken, duimpje omhoog en tot de volgende buschauffeurvlog.